Wanneer ik de nieuwe commandant hoor, dan ben ik heel blij dat hij het heeft begrepen wat zijn rol zal zijn de komende periode. Ik heb hem enkele begrippen horen noemen, zoals old school. Dat hij weet dat er een aantal rappers hier zijn, weet ik. Ik ben niet van de generaties van rappers en old school, maar ik heb heel veel affiniteit met ook die old school gedachten. Ja, en de discipline binnen het leger moet terugkomen. En dan ben ik heel bijzonder blij om te horen dat u gaat inzetten daarvoor. We leven in een sociaal-economische omstandigheid waar invloed van buitenaf heel sterk is op ons personeel. En dat ons personeel er steeds op gewezen moet worden van als je niet houdt aan de regels, dat het verkeerd kan aflopen voor jou. Ik ben er heel blij om dat u daarvoor gaat inzetten. U heeft dat als instructie, dat u de discipline gaat moeten terugbrengen bij het leger. U bent de politie van het leger. En dat is heel goed dat u dit begrijpt. U gaat ook verder de reguliere taken van de MP moeten vervullen. En waarmee ik zal afsluiten, is een bijzondere instructie naar u toe. U gaat moeten zorgen voor verjonging. U bent dit jaar 39 dienstjaren, of u heeft dit jaar 39 dienstjaren. We gaan moeten zorgen voor opvolgers. En dat is de eerste plicht die u heeft als commandant marine. Om ervoor te zorgen dat u een goede vijver heeft. En ik werd net ingefluisterd, commandant Envy. Ja. Maar goed, u gaat daaraan werken, natuurlijk samen met de legerleiding, samen met de minister en de directie. Want we weten dat het heel nijpend is binnen dit korps, de opvolging. Dus we gaan hard daaraan werken. De nieuwe commandant, de heer Samuel. U komt ook uit dit vak, militaire politie. En u kent ook als geen ander de militaire organisatie, maar in het bijzonder de militaire politieorganisatie. En we hebben bijzonder veel vertrouwen in u, dat u de tijd dat u leiding mag geven voortgaat, dat u resultaten neerzet en dat u de rol van de militaire politie verder versterkt. En dat het ten dienste mag zijn voor die hele samenleving, maar in het bijzonder het Nationaal Leger, laat me dat zeggen. Omdat de rol van de militaire politie is handhaven van de wetten van het Nationaal Leger en de wettelijke regels van het Nationaal Leger. Daarnaast echt ondersteuning bieden. De bevelhebber heeft het al gezegd, u bent de politie van de militairen. En militairen zijn een heel bijzonder orgaan en instituut en bijzondere categorie van landsdienaren. De bescherming van dit land is toevertrouwd aan militairen. Aan geen enkel ander orgaan, aan militairen. Dat is de rol. En wij geven ondersteuning aan alle andere veiligheidsdiensten op aanvraag. Dat is onze rol. En dat moet doorblijven. En ik hoop vandaag, en ik heb alle vertrouwen, dat de nieuwe commandant dit gaat voortzetten en versterken en waarmaken. Ik wil hem dan ook feliciteren met deze functie. Bedanken dat hij de bereidheid heeft gehad om deze functie te accepteren. En dat hij heeft uitgesproken dat wij kunnen rekenen op hem. En dat hij de discipline gaat versterken in het leger. Heel hartelijk dank ook daarvoor.